Dit is Flevoland van zaterdag 20 januari. Bij het gemeentehuis wappert die vier. De jubileumvlag om te vieren dat het dit jaar 40 jaar geleden is dat Zeewolde ontstond. Inwoners die mee willen vieren kunnen de vlag sinds deze week bij een aantal verkooppunten krijgen. Ja, dat is de jubileumvlag. Dus van en dat is de normale Zeewolde-vlag. Oh nee, ja. We willen deze. Voor de jubileumvlag gaan we. Ja. We hebben het op Facebook geplaatst dat hij binnen was. En de verkoop begon gelijk lekker te lopen. Ja. Had u dat verwacht, dat het zo hard zou gaan ook? Ja, een beetje dubbel, want ja, het is voor een jaar. Dus ja, koop je daar een vlag voor. Maar weet je, hij is zo betaalbaar. Dus ja, iedereen die wil hem eigenlijk gewoon hebben. En hij is gewoon ook heel mooi. Naast de vlag zijn er natuurlijk ook activiteiten. Een theaterstuk, een concert, een boek. En inwoners kunnen ook nog subsidie aanvragen als ze zelf een activiteit voor dit jubeljaar willen organiseren. Maar elke feestvierder koopt natuurlijk eerst zelf een vlag. Is de lading al bijna op? We zijn nu met het laatste restje bezig. Maar volgende week wordt een nieuwe levering geleverd. Dus mocht het op zijn, kunnen mensen gewoon naam, telefoonnummer achterlaten. En dan houden ze voor hun achter zodra ze weer binnen zijn. De inwoners moeten het er dit jaar van nemen. Want bij 30 en 35 jaar Zeewolde was er geen feest. Het was niet direct duidelijk wat 40 jaar nu zo bijzonder maakt. 50 is een jubileumjaar, 25. Waarom 40? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar niet zo heel veel voor meegekregen heb. Het is denk ik voor ons sowieso al een jubileum, een rond jaartal weer. Dus maar ik denk dat elk jaar een jubileum is en elk rond jaar op de tientallen is wel feestje waard. Maar of het getal nu rond of extra bijzonder is of niet, Zeewolde staat er toch maar mooi alweer 40 jaar. Daar mag je best een vlag voor uithangen. Hebben jullie nog interesse in de Zeewolde jubileumvlag? Ik weet geen idee. Hij hangt hier aan de balie. En dat is voor het 40-jarig bestaan van Zeewolde dit jaar. Die is 7,50. Dus de bedoeling dat we die op gaan hangen als het zover is? Het is al zover. Het was al vanaf 2 januari. Dus hij mag het hele jaar gevlacht worden. Ik loop achter. Nou, ik doe er maar bij. Ja. Ja, joh. Leuk collectors item. Ik bedoel, 40 jaar Zeewolde is toch leuk? En u woont er ook al 40 jaar? Nee, ik woonde niet 40 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Harderwijk. Maar ik heb hier wel gekampeerd toen Zeewolde nog nat was. Ja. Dus u wil wel zo'n vlag hebben hangen? Ik wel, ja. En ik hang hem op ook. Veel plezier ermee. Dankjewel. Fijn weekend. Fijn weekend. Doei. We gaan starten met de eerste ronde van het NK Mens Erg Je Niet. En dat doen we voor de 44ste keer. Een volle zaal. 64 speeltafels. Carnavalsvereniging De Droogpieren als organisator en een oud topvoetballer als eregast. Dat waren vandaag de ingrediënten van het NK Mens Erger Je Niet in het Voorhuis in Emmeloord. Mijn lievelingsbordspelletje sowieso, omdat ik ben hier echt mee opgegroeid. En dit was wel altijd een spelletje wat we graag speelden op het moment dat we een familie bijeenkomst hadden. Of vrienden bij elkaar op bezoek waren. Op school, op de basisschool voornamelijk. Dus het is echt een dingetje wat bij is gebleven. In Emmeloord, maar waar komen die 256 deelnemers vandaan? Ja, dat is onbegrijpelijk. Ze komen echt uit het heel dat land. Vanuit het zuidelijkste puntje een beetje van Zeeland, dat hoek. Dan winnen we vorig jaar tot en met Groningen. En alles ertussenin komen ze naar het mooie Emmeloord hier in het Voorhuis. Om het NK Mens Erger Je Niet te gaan spelen. Meneer, ergert u zich al een beetje? Nee, helemaal niet. Het is altijd een beetje wachten tot je zes gooit. Maar echt erger, dat is er niet bij. Hebt u nou een bepaalde tactiek? Nou nee, ik doe gewoon mijn best. En meer kan je niet doen. De steen rolt en nou word ik eraf gegooid. Kijk, ik had ze net allemaal erop en nou niks meer. Ik heb mijn manier van spelen. Ik zit graag onder de huid van mijn tegenstanders. En wat dat betreft ben ik een fanatiekeling. Dus wat dat betreft op de goede plek vandaag. Ja, hij is 1, 2, 3, 4 en 5. Is dit spannender dan een voetbalwedstrijd? Ik denk het wel, absoluut. Waarom? Ja, het is veel spannender. We doen er ook veel meer mee, hè? Dus dat scheelt. U bent echt een supporter. Ja, wat denk je? Echt wel. U hebt zelfs een shirt gemaakt. Ja, vanochtend hadden we afgesproken. Dus gaat nog niet heel goed. Maar hij is nou lekker bezig. Ik ben al heel blij dat er een NK is waar ik ooit Nederlands kampioen zou kunnen worden. Want dit is denk ik het enige NK waar dat ooit zou kunnen lukken. Daar droomt u van? Ja, dromen, maar dat zou wel leuk zijn. Ja. Een NK. Wanneer krijgen we een EK of een WK? Nou, daar hebben wij het zelf ook over gehad. We houden het eerst nog even de NK. Maar gaan we echt uit ons jasje groeien, krijgen we aanvragen vanuit het buitenland. Ja, dan kunnen we altijd zien wat er mogelijk is.
Almere City wil zich vanavond revancheren op de bekernederlaag van afgelopen woensdag tegen Fortuna Sittard. De Limburgers wisten zich in Almere dankzij twee goals van spits Kai Sierhuis te plaatsen voor de kwartfinales van het toernooi om de KNVB-beker. Zaterdagavond staan beide ploegen wederom tegenover elkaar in het Janmarstadion, maar dan in de Eredivisie. Bij City-trainer Alex Pastoor lever daarom revanchegevoelens. Ja, is de pauze rooms? Ja, natuurlijk. Revanchegevoelens op sportief gebied natuurlijk. Een sportman wil altijd winnen, dus wat voor wedstrijd het ook is, als we die verliezen, dan is dat voor een sportman, of je dan trainer bent of speler, dat is gewoon een tik. En het is aan jou om door te gaan waar je mee bezig was. En dat doe je zo goed mogelijk. Ja, en dat is eigenlijk de cyclus waar ik mijn hele leven al in zit. Ja, want je hebt nu twee keer verloren deze voetbaljaargang van Fortuna Sittard. De eerste keer in Limburg aan het begin van het seizoen, hè, na een heel slecht eerste kwartier. Nu die beker. Derde keer gaat je niet gebeuren. Ja, als God het wil, hè. Ja. Wat is de meest grote les van afgelopen woensdag? Dat is een goede vraag. Ik dacht dat we aan het vooruitblikken waren, maar jij bent toch altijd in staat om blijvend terug te blikken en vooral op dingen die negatief zijn. Ja, het is dezelfde tegenstander dus. Bijvoorbeeld, Heracles, 11:15, hebben jullie slechte herinneringen aan, hè? Ja, ik vind daar wat van. Ik vind dat van een treurig gehalte. Maar elke wedstrijd leren we lessen, dus ik vind het op zich wel een goede vraag. Alleen niet op dit moment. Heb je nou achteraf misschien wel spijt van je keuze om zoveel nieuwe jongens in je basiself in te passen? Heel veel mutaties, waardoor er toch misschien wat onwennigheid ontstond, wat de echte fine-tuning ontbrak? Nou, het schiet natuurlijk wel door je hoofd, maar spijt sowieso niet. We hebben er goed over nagedacht en lang over gediscussieerd. En de reden is heel simpel. Deze jongens die kunnen allemaal op dit niveau mee en dat hebben ze laten zien. En we wilden frisse spelers aan de start hebben. Nou, en dat wilden we in totaal in 3 wedstrijden. Nou, dat doel is sowieso bereikt. Maar spijt, dat is veel te sterk uitgedrukt. Ja. Want die jongens die verdienen een kans en die kunnen het. En ik heb het ook na de wedstrijd al uitgelegd. Als we het wat beter georganiseerd hadden, dan hadden die jongens dat prima kunnen brengen. Centrale verdediger Theo Barbert was woensdag een van de basisspelers die tegen Fortuna Sittard op de bank zat tijdens de bekerwedstrijd. De Fransman verwacht vanavond een andere wedstrijd. You know, we know it will be not easy game, like every game in the league. We lost the last game for the cup, so now we know it's a new game. This is the league, yeah. And we have to win. Like every game. Yeah. What went wrong last Wednesday for the cup? I don't know exactly, and I can't say yeah, because if I say it, Sittard will know what we will change. But it's a new game. So we know they scored 2 goals from the set pieces. So we have to change a little bit this. Fortuna is een lastige tegenstander voor Almere City. De ploeg klopte Almere eerder dit seizoen thuis met 2-1. En de Limburgers wonnen dus afgelopen woensdag met dezelfde cijfers voor de beker in het Janmarstadion. Na afloop van die wedstrijd keken we met Fortuna-trainer Danny Buijs al even vooruit op de wedstrijd van vanavond. Wat zegt dit naar komende zaterdag? Verwacht je een hele andere wedstrijd weer hier in Almere? Een hele andere wedstrijd weet ik niet. Ik denk dat beide ploegen wel een bepaalde speelwijze hebben ontwikkeld dit seizoen die ook beide veel gebracht heeft, of in ieder geval al de 19 punten die ze hebben en tot nu toe waar we stonden in de beker. Een aantal jongens hebben uiteraard individuele kwaliteiten die er zaterdag zullen staan, zowel bij Almere als bij ons, die er vandaag niet bij waren. Maar of het dan gelijk een hele andere wedstrijd wordt, dat betwijfel ik. Had je niet beter hier misschien wel gewoon kunnen blijven? Want dat bespaart je 2 keer een lange reis. Daar hebben we ook over nagedacht, maar alles in het leven is heel veel duurder geworden de afgelopen jaren, dus ook de hotels. En dan loopt het enorm op als wij hier een paar dagen zouden blijven. En helaas hebben we dat geld niet. De aftrap van Almere City Fortuna Sittard in de Eredivisie is vanavond om 9:00.